Nee, jij mocht niet weggaan. Jij moet hier blijven. Wij twee, wij zullen samen voor Julie zorgen. Marcel, laat me los. Nee, het is beter dat je hier blijft. Laat me los, Marcel! Ik wil u weg! Marcel! Doe niet naar mama! Ik zal goed voor u zorgen. Veronique, ik heb een lekker ontbijt voor u klaargemaakt. Ik heb geen honger. Maar dat is echt heel lekker, hoor. Een zacht gekookt eitje, sinaasappelsap, koffie, toast. Laat mij gerust. Spijt mij van gisteren. Maar ik heb gedaan wat het beste voor u was. Wat het beste voor mij is? Dat is dat ik bij mijn broer zou zijn. Hij is mij hier komen zoeken, toch niet voor niks zeker? Je mag u niet weer kwaad maken, hè? En eet een beetje. Je moet eten. Anders kun je ziek worden. Als je mij niet vrijlaat, dan eet ik niet. Die Werner van u, die is helemaal niet op zoek naar u. Die wil zijn kindje terug, dat is alles. Ik ben de enige die u graag heeft. Hoe kunt jij dat nu weten? Je kent mijn Werner niet eens. Wij kunnen toch samen een gezin vormen? Jij, ik, Julie. Het is niet Julie, het is Cindy! Wel? Is die er voor zich vandaag? Slimme. Gezellig, hè? Ah, gezellig. Jij hebt dat hier toch niet nodig, hè? Gezelligheid. Verkeerd weer naar bed gestapt. Als jij komt moeien, ja. Dat is koffie van gisteren. Koffie is op. Godverdomme, dat zie ik ook wel. Leuk wat koffie, ja. Nu dat ik erover nadenk, ik denk toch dat ik te snel ben teruggekomen. Maar nee, Veronique is toch al een klant uit. Ik heb echt het gevoel hè, dat ik er kort bij ben. Ja, ze heeft haar zich wel heel stil gehouden, hè? Ja, dat ze die mobile home heeft gehuurd, daar ben ik zeker van, hè. Ik ga toch eens terugkijken. Zeg. Werner, alsjeblieft, dat is werk voor de politie. Laat die dat doen. Die kunnen dat veel beter dan jij, hè? Jee. Kalm is. Met al dat je ruzie maakt, dan maakt het alleen nog erger, ja, hè? Wacht tot je zijn plan hoort. Dan begrijp je waarom ik niet rustig kan blijven. Ik dacht dat je je zoektocht had opgegeven. Die papfles in die mobiloom, dat is echt een spoor. Ja, nu wil meneer in die mobiloom gaan zitten wachten tot Veronique die papfles komt halen. Van een stom plan gesproken, ja, dat maakt het nog wat belachelijk, ja. Als zij in die buurt is hè, van die mobiloom, dan kan ik haar toch vinden. Wat is dat nu? Ah, zeg, jij zet de beverpatrouille niet. Hè. Zo simpel is dat niet opgelost. Hè. Oh, ja. Ja, ik weet nu toch ook niet wat het beste is. Hè? Ja, en die foto's die door de politie verspreid zijn, die hebben dus niks opgeleverd. Nee, natuurlijk. Ja. U zoekt toch ook niet? Ja, Valérie, het kan geen kwaad dat de jongen er even gaat rondsnuffelen. Jawel, Jenny, dat kan wel kwaad, omdat hem de politie gewoon wat te snel af wilt zijn. Maar manneke, als er iets Julie overkomt omdat jij je kop hebt doorgedreven, hè, je gaat niet weten wat je meemaakt. Hè. Je mocht je niet zo kwaad maken. Je zult zien hè, dat je het hier veel beter hebt. Ik zal voor u zorgen, voor alle twee. Dat kun jij niet. Alleen onze Werner kan voor ons zorgen. Maar dat kan ik wel. En veel beter. Ik heb niemand anders dan u. Werner die heeft zijn vrouw. Hè. Die wil bij haar zijn. Jij snapt het ook niet, hè? Nee? Absoluut niet! Het mee, laat me. Sorry, doet het pijn? Natuurlijk! Blijf op mijn beurt en zoek om... Veronique, dat is geen goed idee. Wel, als ik hem uit de weg ruim, dan kan ik terug bij u zijn.
En wie gaat er dan voor Cindy zorgen als jij in de gevangenis zit? Veronique, gaat het? Oh ja, jongen, is dat nu nooit... Is dat alles wat er nog over is? Nou, sta wat vroeger op, hè. Je hebt geen boodschappen gedaan. Zeg, wie denkt er wel dat je zei? Het is uw tour. Nee, niks van. Doe ik het zelf, is godverdikken. Het is nu dat je in een fotostudio je negerke moet spelen dat ik van plan ben dat hierop te doen, hè? Terwijl je overal de macho uittakt. Weet je wat, makkers? Druk je plans, hè. Ik ben weg. Hey, kom, Wenner. Waarom wilt je nu de politie per se voor zijn? Hè? Dree, als Veronique de politie ziet opdagen, hè, dan slaat ze op de vlucht en dan, hè, dan vinden we ze helemaal. Nee, of dan wordt ze opgepakt en dan zou zijn haar gekrinkt worden. En dat wilde niet, ja, sorry dat ik me zorgen maak, hè. Sorry, hè. Dat is goed, hè. Kom, hé. Ik weet, het is moeilijk voor je allebei, maar elkaar op stang jagen, dat lost niks op. We moeten elkaar steunen, verdomme. Ik weet het, Ree, ik weet het. Ja, dat is een beetje moeilijk als uw man meer zijn zuster steunt, hè. Oh, dat is niet waar, Valerie. Maar als Veronique in paniek slaat, hè, dan is ze helemaal niet mee te voorspellen. Allee, eindelijk. Wat zeg ik nu al heel de tijd? En ik ben degene die op haar kan inpraten. En aan mij zal ze Julie willen toevertrouwen. En als de politie daar in de buurt komt, hè, dan is hij in staat tot een wanhoopsdaad. Ik moet haar zelf vinden. Probeert u mij nu ook nog eens bang te maken erbij? Sorry. Veronique zal Julie geen kwaad doen, maar... Ja, ze gaan misschien zichzelf verwonden of... Ja, dat zegt u nu om mij te sussen. Nee. Ik denk dat Wern gelijk heeft. Vooral nu omdat ze haar pillen niet meer slikt. Hè. De schizofrenie zal elke dag meer en meer toenemen en... Dan durf ik niet voorspellen hoe ze zou reageren, hoor, op een sterke emotionele schok. Maar is hij nog in staat om voor Julie te zorgen? Nee, waarschijnlijk niet, hè. Ze zal zich waarschijnlijk gaan concentreren op haar zogenaamde moederrol, denk ik. Wat wilde ze? Ik bedoel dat ze geen onderscheid meer maakt tussen wat ze wil, droomt en de realiteit. En als die droom dan brutaal onderbroken wordt, bijvoorbeeld door een politie-interventie, dan denk ik dat ze gewelddadig kan reageren. Zelfs als ze niet nauwgedreven wordt, is al een gevaar dus. Nou, zeg, mannetjes, kom aan, laat ons nog niet direct het ergste denken. Ja, hè? Dat is waar. Maar toch vind ik dat wel een gelijk heeft. Als hij erin slaagt om Veronique te vinden, hè, dan is hij het best geplaatst om ervan te overtuigen om Julie vrijwillig af te staan. Dat is de beste oplossing, hoor. Voor iedereen. Zo. Laat eens zien dat je pijn hebt. Dan kan ik dat ontsmetten, hè. Laat hem uw hand maar verzorgen. Oh, dat valt mee. Dat ziet er erger uit dan het is. Dan ben ik blij dat jij niet meer kwaad bent. Jij zult zien, hè. Wij zullen hier samen gelukkig zijn. Ik zal nooit gelukkig zijn zonder onze Werner. Toch wel. Daar ben ik nou zeker van. Jij moet eens aan je eigen leven denken. Mijn eigen leven, dat heb ik niet. Valerie, die heeft dat afgepakt. Wij kunnen toch samen een nieuw leven beginnen? Denk je dat? Ja, daar ben ik nou zeker van. Hoe kunnen wij nu samen een gezin vormen als jij mij altijd opsluit? Ja, dat weet ik. Het is voor uw best wil. Ik moet er zeker van zijn dat je niet meer gaat weglopen. Waarom zou ik dat nu doen? Om naar Werner te gaan, dat weet ik wel. Kijk, als jij er zeker van bent dat je niet meer weg wilt, dan laat ik u vrij. Zo. Over een paar dagen, hè, ziet je daar niks meer van. Hoe lang wil je mij nog opsluiten? Dat jij niet meer naar Werner wilt. Laat de wand nu maar eerst genezen. Doe alsof dat je meewerkt. Help hem opruimen. Zeg, wat was er met Yuri?
Oh, niks. Hij was al aan het bokken toen ik beneden kwam. Volgens mij was dat meer dan bokken. Ja, omdat ik zei dat die koffie koud was en dat er geen brood meer was, vliegt hij ineens uit. Hey. En wat bedoelde hij met dat hij uw negerke niet wil spelen, zoals in de fotostudio? Nee, ik zei, is gewoon lastig. Dat is te nader dan. Ja, maar nee, zit jij hem daar heel de dag te commanderen, of wat? Commanderen? Mm-hmm. Dat is mijn studio niet, hè. Isabelle is daar de baas. Trouwens, als hij klachten heeft, hij moet hij bij haar zijn. Ik vind het toch wel raar. Ja, raar. Dat zal wel allemaal overgaan. Mm. Ik moet straks wel gaan werken, hè, maar als je wilt, kan ik vroeger stoppen. Dan kunnen we samen eens iets doen. Wat denk je, zo eens boodschappen doen of samen gaan eten? Hm? Dat zal niet gaan. Waarom niet? Dan wil ik nog eens bij die klant. Voor die deal af te sluiten. Met die saap. Dat heb je gisterenavond toch gedaan? Hm. Ja, dat was de bedoeling, maar... Wat heb je dat dan wel gedaan? Wel... Ik ben met die klant geweest, maar ja, hij heeft nog niet beslist. Hoe kan dat nu zo ineens? Ja, hoe kan dat nu ineens? Hij begon ineens te twijfelen en vroeg soms een dag uitstellen. Dat is wel raar. Hij is zo ineens van gedacht veranderd. Ja, hij heeft misschien een beter voorstel gekregen van iemand anders. Enfin, je moet daar geen zorgen om maken, dat komt wel in orde. Ik dacht dat die deal zo goed als rond was en nu is het precies alsof je van nul moet herbeginnen. Tja, maak je dat. Dat is zo in de verkoop. Je kunt er geen staat op maken. Schat, geef me nog een kans. Als ik haar deze keer niet vind, dan laat ik de zaak afhandelen door de politie. Oh, dat is tijdverlies. Hoe langer dat je wacht, hoe minder dat je spoor hebt. Ja, maar als ze zich in de buurt van de mobiloom schuilhoudt, dan is er een grote kans dat ik haar deze keer ga vinden. Maar waarom? Wat is er dan anders dan gisteren? Ja, ze moet toch boodschappen doen en zo. En de kans wordt dan ook groter dat iemand haar herkend heeft. Hè? Als er nog hetzelfde uitzie is, niet. Nee, maar zo redeneert Veronique niet. Ten andere, ik ga haar blijven herkennen, wat ze probeert. Volgens mij doet Werner er niks verkeerd aan hoor, door Veronique te gaan zoeken. Geef me nog een kans, ja. Kom. Allee, ja, misschien heb je gelijk. Maar deze keer ga ik wel mee, hè. Ja, ik kan hier niet blijven zitten wachten, hè. Denkt u niet dat Veronique helemaal gaat flippen als u ziet? Volgens mij zet jij voor haar een veel grotere bedreiging dan de politie, weet jij? Het is veel beter dat je hier blijft. Ja. Nee, als de politie Julie vindt, moet er toch iemand hier zijn. Ja, dat is waar, maar het is zo frustrerend om niks te kunnen doen. Het gaat allemaal niet meer zo lang duren. Ik zal die mobiloom gemakkelijk vinden. Ik heb alle plaatsen aangeduid waar ik al geweest ben. En deze keer zal ik meer geluk hebben, echt waar. Allee, succes dan. Komt allemaal goed, kind. Ja, ik ben bang dat ik Julie nooit meer kan terugzien. Maar jij ziet Julie terug. Wat is me dat nu? Ray, geef daar iets. Ik moet het niet weten. Ik moet niks hebben. Ik wil helder zijn als de politie komt of Verne mij nodig heeft of zo. Jenny, weet je het nu nog niet? Een dokter, dat is de lastigste patiënt die je ooit kunt tegenkomen. Jawel. Dan maak ik voor haar een kamillenthee. Dat kalmeert. En ze zal bij haar positieve blijven zijn, maar zeker. Dadelijk zat die Werner hier terug. Nu bijna middag. Meester Klaasens graag, ja. Ah, Louis, met Marianne. En? Ja, zeg, dat is inderdaad geen goed nieuws. Maar ik had nooit gedacht dat ik zo lang op die cheque moest wachten. Ah, wel ja. Er zal niks anders op zitten, zeker? Enfin, in elk geval toch bedankt voor de moeite. Hè? Ja. Ja, dag Louis, dag. Oh, wachten altijd maar, wachten. Hey, zeg, brandt het ergens? Nee, waarom?
Of wilt je liefst zo rap mogelijk uit mijn buurt zijn? Zou je dat verbazen? Ja, eigenlijk wel, ja. Want ik heb namelijk zo mijn bedenkingen bij uw gedrag tegenover mijn gast van eergisteren. Je bedoelt Luc Beaumans? Diezelfde, ja. Je weet toch hoe ik over hem denk? Ik moet toch niet hypocriet doen? Wel, dan raad ik u aan uw opinie te herzien. Want je bent totaal fout. Dan zult je toch heel goede redenen moeten hebben. Oh, maar die heb ik. Ik ben benieuwd. Luc Beaumans is de enige die mij daadwerkelijk helpt. Hij geeft mij 12.500 euro. Waarmee ik juist genoeg heb voor mijn eerste afbetaling bij Verdomme. Dus een beetje vriendelijkheid en respect is toch niet veel gevraagd, dacht ik. Eindelijk. En nu weg van hier. Dus dat geld is voldoende voor u om hem te vertrouwen? Natuurlijk. Als ze mij kapot zou willen krijgen, zou hij mij toch geen geld lenen? Hè? Nee, nee, dan zou hij vrolijk toekijken hoe ik mijn betalingen niet kan doen. Tja, misschien. Aha. Maar het zou ook een truc kunnen zijn om u volledig aan zijn kant te krijgen. En dan... Ja, en dan... Ik wil het wel eens horen, ja. Dat weet ik ook niet. Maar het zou mij niet verbazen als hij een plan heeft waarvoor hij u zal misbruiken. Ja, zeg, zo kun je alles uitleggen. Mama, ik heb al zoveel verhalen over hem gehoord. En de manier waarop hij bij mij de resultaten van die DNA-test in handen heeft gekregen, dat was allesbehalve. Oh, je ziet spoken, jij. Misschien. Ah, ik zal u nog iets zeggen. Ah, ja, doe maar, ja. Leontine is bij mij geweest. Ze had geen duidelijke klachten, maar ik had de indruk dat ze mij kwam uithoren. Waarom zou ze dat doen? Ja, dat vroeg ik mij ook af. Volgens mij is dat een teken dat er achter de rug van alles aan de gang is. Wat wou ze dan weten? Ja? Bonjour. Stoor ik? En hoe? Valt hij wel te veel op? Ja, wat die cheque betreft voor Maria haar oogoperatie. Je mag gerust zijn, hoor. Dree heeft hem al gegeven. Denken jullie echt dat ik de Dree zou komen controleren? Oh. Nee, nee, er is iets anders. Ga zitten. Wil je iets drinken? Ik wou net koffie halen. Oh ja, graag. Een koffietje, ja. Ja, geef mij dan ook maar een kopje. Nee, nee. Wat ligt er op uw lever? Wel, Marianne, ik kreeg gisteren onverwacht bezoek van Leontien. Is ze weer op de versiertour? En ze kwam eigenlijk informeren naar uw financiële situatie. Ach, wie? Maar Leontien. Bij u ook al? Dat straf, ze is bij mij ook geweest. Maar ik heb niks gezegd. Allee. Ja, ik heb proberen uit te vissen waarom ze dat eigenlijk wou weten. Maar ze had dat spijtig genoeg nogal rap door en...
Toen is ze vertrokken. Je hebt toch niks losgelaten? Maar losgelaten? Nee, ik was nogal verbaasd dat ze dat wou weten. Ik vrees dat ze uit mijn reactie gevoeld heeft dat er iets was, ja. Enfin, Jean-Pierre, hoe is dat nu mogelijk? Kunt je nu niet een beetje voorzichtiger zijn? Of een beetje slimmer? Je kent ze toch? Nou, dat ziet er veel beter uit. Nou, die gaan ze niet meer zien. Het zou me niet verbazen als Leontien terug contact heeft met Luc Beaumans. Mm-hmm. Ja, zou kunnen. Maar nee. Luc haat Leontien. Ze ziet in een alliantie met Luc misschien de mogelijkheid om haar bedrijf terug te krijgen. Ja, Leontien heeft het nooit kunnen verkroppen dat ze haar bedrijf kwijtspeelde. Nee. Die denkpiste is totaal fout. Ah ja? Maar denk nu toch eens logisch na. Als Leontien opnieuw contact zou hebben met Luc, waarom zou ze dan de moeite doen om bij jullie twee navraag te doen? Nee. Ze kon bij Luc niet terecht. En daarom moet ze elders gaan zoeken. Je denkt dus nog altijd dat Luc aan uw kant staat? Natuurlijk. In ieder geval weet Leontien nu dat er financiële problemen zijn. En ze zal daar zeker gebruik van maken. Heeft geen enkel belang. Morgen doe ik mijn eerste afbetaling bij Vertomme. En dan heb ik 1 maand tijd om alles op te lossen. 1 maand? Ja. Luister, Leontien kan ondertussen vernomen hebben dat er problemen zijn bij Salieri Italië. Maar wat heeft ze aan die informatie? Nee, ze is dom geweest. Ze heeft in haar kaarten laten kijken. En zelf kan ze geen enkele kant op. Ja, ik hoop dat je gelijk hebt. Ik vrees van niet. Ik wacht gewoon af wat de eerste zet van Leontien gaat zijn. En dan kan ik samen met Luc een tegenzet plannen. Hallo, Sanita Verkam. Leontien? Waaraan heb ik de eer te danken? Nee. Ik haal mij niks in mijn hoofd. Alleen, de laatste tijd hebt gij niet meer gebeld zonder mij af te snauwen. Ja, ik luister. Wat heb ik u gezegd? Hè? Marianne staat aan de rand van de afgrond. Wat hoor ik u nu zeggen? Van haar samen af te duwen of wat? Die mobiloom stond hier toch? Oh, Veronique, waar zit het toch?